Onlangs werd de Sint-Michaël basisschool in Harlingen afgebroken en binnenkort wordt daar gestart met de bouw van een nieuwe school. Voor het zover is onderzoeken archeologen en vrijwilligers de grond van het complex. Ze zijn op zoek naar aardewerk. Proefonderzoek heeft aangetoond dat er op die plek waarschijnlijk resten liggen van een van de oudste aardewerkfabrieken van Nederland. We hebben oude funderingsresten gevonden van 17e en 18e eeuwse bebouwing. Dat is niet waar we naar op zoek waren. We waren op zoek naar resten van oude aardewerkovens, tegelovens en majolica-ovens. Er zijn drie van dat soort ovens gevonden in een gebouw wat hiernaast deze locatie staat. We hebben gezocht om daar nog meer resten van aan te treffen. Dat is tot op heden nog niet ontdekt. We hebben wel wat aardewerk gevonden, wat majolica en wat tegels en dergelijke. Wat losse spulletjes, maar niet echt sporen die met die ovens te maken hebben. Dat is nog niet aangetroffen. U bent op drie plaatsen aan het zoeken. Wat kunnen we zien? Waar zijn ze mee bezig? Ja, er zijn dus twee grote putten aangelegd. We hebben hier dan wat resten van muren en hier een kleine vloer. Dus daar een restant van een waterkelder te zien. En ja, op deze plek is een klein vloertje te zien van kleine gele steentjes. Die ook doorsneden zijn door weer een recentere muur waar ook betonnen fundering weer onder zit. Dus dat, ja, je hebt sporen van alle tijden hier dwars doorheen. En het probleem is dat die resten van die ovens, zit dan in de weg. Dat wordt weggebroken en dat wordt dan weer opgeruimd. Dat hadden wij eigenlijk willen doen, maar dat was al gebeurd voor ons. Wat heeft u in uw hand? Nou, dit is een proen. Dit werd gebruikt om de schalen te bakken, aardewerk te stapelen. Dus dan krijg je een schaal en dan zo'n proen ertussen en dan weer eentje. En dan zie je op het aardewerk dus ook van die drie puntjes, als je goed kijkt op majolica, dat zijn allemaal van die drie puntjes op de voor- en achterkant te zien van deze dingen. Daar kun je dus... Dan kun je heel veel materiaal in je oven stoken, anders heb je natuurlijk één plek, een bord dat je neerzet. Er moet de productie gemaakt worden, dus die werden dan flink opgestapeld met deze tussenstukjes erin. Zijn er eigenlijk, weet u, zijn er borden gevonden? Hebben we hier borden in Harlingen die hier ook daadwerkelijk zijn gemaakt? Ja, dat klopt. Ja, ja, er zijn, wat ik net noemde, bij die opgraving die in 87 gebeurd is, daar zijn dus grote stukken... Ja, majolica gevonden. Ook één met datering erop van 1614. Er werd op de achterkant dan geschreven welk jaar het gemaakt werd. Dus dat, dat is wel beschikbaar. Dit zijn allemaal tussen halffabrikaten. Die werden dan, dit is dan één keer gebakken. Daar is dan waarschijnlijk iets mis mee gegaan. Vervolgens wordt het gewoon weggegooid. Dus dit is één keer gebakken. En als het goed was geweest, hadden ze dat verder opgeschilderd. En glazuur. En dan nog een keer afbakken. Dat is hier niet gebeurd, dus dat zijn in feite gewoon afval wat we eigenlijk vinden, meestal. Ik zag, er waren ook studenten bezig van de universiteit. Zijn zij op stage? Wat komen zij? Gaan ze er maar iets mee doen? Ja, dat is de bedoeling. Ze doen een deel van hun praktijkopleiding in het veld natuurlijk. Dus studenten moeten minimaal zoveel weken per jaar aan opgravingen meedoen. Dan is het mooiste als je met een echte opgraving mee kan, waar je alles kan zien hoe het allemaal werkt. Het materiaal wordt door hun verder uitgewerkt. Dat houdt in dat ze daar een scriptie over schrijven of een artikel over maken. En dat is ook een deel van hun opleiding. Ja. Waarom is het zo belangrijk dat dit soort onderzoek wordt gedaan als er ergens gebouwd wordt? We onderzoeken eigenlijk alleen maar de plekken die iets nieuws leren. Dus de bedoeling is om kennislacunes op te vullen. Dingen die we nog niet weten van bepaalde perioden, bepaald menselijk gedrag. Dat we daar nou op zoek gaan. Dit is op zich een unieke plek, omdat we weten eigenlijk heel weinig van die ovens. We weten wel hoe het materiaal eruit ziet, maar hoe dat precies werkt in zo'n oven. En hoe dat allemaal procesmatig in zijn werk ging. Dat is iets wat nog niet bekend is. Daarom wordt hier onderzoek aan besteed. Of tijd aan besteed. Dat is gewoon cultureel erfgoed in zijn algemeenheid wat hier onderzocht wordt.